Ik wil met jullie naar de nieuwe spelregels. Want vanaf volgend seizoen komen er nieuwe spelregels in het voetbal. Laten we die spelregels op een rij zetten. Dit zijn ze allemaal. We hebben er 5. Als een doelpunt voortkomt uit een opzettelijke of onopzettelijke handsbal, dan wordt deze afgekeurd. Spelers die worden gewisseld moeten het veld via de kortste route verlaten, dus via de zijlijn of achterlijn. Spelers van de aanvallende partij mogen bij vrije trappen niet meer in de muren van de tegenstander staan. Een doelman hoeft bij strafschoppen voort nog maar, ik weet niet hoe dat eruit ziet, nog maar met 1 voet op de doellijn te staan en niet met beide voeten. En bij een doeltrap hoeft de bal niet meer het 16 meter gebied te verlaten voordat die door een speler mag worden aangeraakt. Ja, die regel, die laatste is prima. Ja. Die is prima, ja. Oké. Okay. Maar laten we eens gewoon 1 voor 1 pakken, met name die handsbal. Dus als er een doelpunt uit voortkomt, maakt het niet meer uit of het bewust hands is of niet. Ja, dat is belachelijk. Ja, onduidelijk ook. En wat is bewust en wat is weer niet? Weet nou ja, als je gewoon tegen je hand aan krijgt, zo, en er komt een goal uit, dan is het sowieso hands. Dat is belachelijk. Ja. Ja, ik vind dat heel raar. Wat moeten we doen met je armen dan? Waar moet je die laten? Ja, bij hockey doen ze het met z'n voeten. Dan krijg je shoot. Ja. Dus dan krijg je een soort hockeyregel eigenlijk. Ja, nou. Belachelijk. Ja, ik vind het een raar regel. Omdat je je lichaam gebruikt, je gebruikt je armen. Die heb je ook nodig gewoon in het voetbal. Met afzetten en met draaien. En altijd gebruik je armen. En als je dan prongelijke bal er tegenaan komt, waar je niks aan kan doen. Wat is het probleem? Nee, maar dus hij komt er tegenaan. Ja. En dan... Maar alleen als er een goal uit voortkomt. Ja, precies. Dus, als je de bal houdt, zeg maar, of de tegenstander krijgt de bal en die speelt verder, is er niks aan de hand. Ja. Ja, dat is toch... slaat toch helemaal nergens op, of wel? Nee, oké. Okay. Wie heeft dat voorgesteld? Ja, dat heeft de meeting van de IFAB voorgesteld. Okay. Dat is de International Football Association Board. En die zijn voor de 133e keer bij elkaar gekomen. Was dat waar Marco Verbas ook bij zat? Nee, ja. Maar die niet meer, hè? Nee. Ja. Dat snap ik als met zulke reden. Nou ja, er zijn er nog wel meer. Tegenstander niet in de muur is ook een goede, denk ik. Nee, is een belachelijke. Is een belachelijke. Ja, is helemaal raar. Ja. Maar mogen ze er wel voor staan? Ja, nee, je moet afstand houden. Je moet een meter voorstaan. Een meter moet je ervoor staan. Ja. Maar waarom mag je er niet in staan? Of ernaast staan? Of, je belemmert, je wil het zicht van de keeper belemmeren. En zolang jij geen overtreding maakt, is het toch niks anders. Je mag daar toch staan? Ja, nee, dat willen ze niet meer. Die worden sowieso ingevoerd, de regels? Of die worden sowieso... Hier, kijk, dit zijn ze. Dit is het blaadje wat op staat van de IFAB. Het wordt sowieso volgend seizoen ingevoerd. Alleen in Nederland. Gaan wij testen weer? Overal. Overal. En nummer 3? Ja, dat je bij wissels moet je zo... Welke lijn dichtbij zijn de lijn. De keeper hoeft goede regel. Ja, 60 meter. Als je dan eruit komt bij het EK, dat je net iets gedaan hebt in het veld en je moet eventjes de kortste route eruit, dat je bij het uitvak komt of zo. Dan krijg je een paar aanstikkers naar je kop of wat dan ook. Ja, dat is een goede regel ook. Mooi man. En bier. Ja. Wacht maar. Is ook maar. Ja, maar wat je zegt over die 16 meter, dat is wel een goeie. Want je ziet nu heel vaak dat een keeper bijvoorbeeld de bal uitspeelt. En dat hij dan een aanvaller er bijna tussen komt. Of iemand wordt onder druk gezet. Die stapt snel naar binnen, speelt de bal overnieuw nemen. En dan mag hij hem opnieuw nemen. Dat snap ik wel. Dat is wel welke ik echt niet snap, is dat een keeper met 1 voet op de lijn mag staan. Waarom zou je dat willen? Ja, dan ga je dus eigenlijk dwars staan. Ja. Ja, dat zou wel heel verrassend zijn. Hoe goal kleiner maken? Nou, je staat nu zo. Ja, maar met 1 voet, hoe? Ja, 1 been naar achteren en de rest naar voren, dat kan toch? Ja, maar dan word je toch altijd kleiner? Ja. Dan word je goal kleiner, toch? Nee, jij wordt kleiner, als keeper. Ja, maar het is ook voor het afzetten niet ideaal. Als jij met 1 voet voor de andere staat. Je kan geen hoeken kiezen. Nee, dus je gaat al op een standbeen staan, waardoor je 1 hoek word je kwetsbaarder. Ja. Want je kan moeilijker afzetten naar maar die dus kant. Ik vraag me af, waar komt die... Waar komt het vandaan? Dat je... In ieder geval niet van de keeper. Nee. Dat is in ieder geval er zat geen keeper in die raad. Nee, er zat geen keeper in die raad. Nee, jullie zijn enthousiast over die spelregels. Het is heel onlogisch. Nou, het zou kunnen zijn dat je als die penalty genomen wordt, dat je op het moment die genomen wordt naar voren gaat om je doel kleiner te maken. En dat je dan in ieder geval met 1 voet nog op de lijn staat. Uh-huh. Want anders zou je, bij wijze van spreken... Ja, maar dan maak je wel... Dan maak je 4 meter naar voren kunnen staan. Je kunt dan, anders zou je bij wijze van spreken 1 meter voor de bal kunnen gaan staan. Ja. Dus nee, maar dan maak je al keuze als keeper voor een hoek, toch? Ja. Dus op het moment dat jij met 1 been naar voren gaat... We gaan het zien, toch? Ja, we gaan. Ja. Maar hebben jullie goede voorstellen dan? Wat zou dan... Inschieten. Inschieten, in plaats van ingooien. Ja. Of indribbelen. Ja, dat vind ik een goeie. Tempo. Ja, en zuivere speeltijd, zei jij. Heb jij er eentje, Joep? Nee, maar ik heb wel een vraag over die andere. Afgelopen donderdag is die nieuwe volgorde van die penalty-reeks ingevoerd. En wat vinden jullie ervan? De ABBA. Dus je zag, want je hoorde het van de keeper na de wedstrijd, dat hij zei van, ik had het helemaal niet in de gaten, dan we hadden gewonnen. Toch? Dat zei hij toch?
Ja, dat hoeft niet met de regels te maken. Nee, maar ik kan me best voorstellen. Want normaal is dat, weet je, ondernomen is gewoon lekker makkelijk. Ja. Maar als je op een gegeven moment... Het was namelijk zo. Ja, De druk wordt verlegd. Als je begint, was gewoon de kans groter dat je de reeks won. Ja. Dus daarvoor doen ze het nu. Oké, en nu doen ze het zo. Je begint, daarna twee keer de tegenstander en dan mag je nog een keer. Ja, en nu wordt er een onderzoek gedaan en over 10 jaar zeggen we... Het maakt niet uit. Nee. Het zou wel uit kunnen maken. Denk je? Nee, de druk wordt nu verlegd, dus ja... Ja. Oké, maar dat vind jij eigenlijk een goeie, zeg jij? Ja, vind ik een goeie, want het was gewoon vastgesteld. Voor mij was als je begon, dus als je de TOS won... dan was de kans dat je de penaltyreeks won, was een stuk groter. Ik geloof niet van 60% of zo, tegen 60%. Om 40% dat als je als tweede was. Dus dat is wel een groot verschil. Ja. Heb jij nog een spelregel die je zou willen aanpassen wat er nu nog bestaat? Of niet bestaat? Nou ja, kijk, nu met die VAR, dan moet je die klok stilzetten. Want nu krijgen we dan 4, 5 VAR-momenten in 1 helft. En dan krijg je blessuretijd, dat is dan 3 minuten. Ja, dat slaat toch nergens op. Dat spel heeft minimaal 8, 9 minuten stilgelegen. Dus ik zou dan gewoon die klok stopzetten. Dat is, hoe moeilijk is dat toch niet? Ja, je ziet wel, er wordt wel behoorlijk wat tijd bijgetrokken. Want nu 5, 6 minuten, dat zie je wel regelmatig gebeuren. Ja, maar dat is ook wel is echt weinig. Wel wat er... Ja, dat is eigenlijk... Als je ziet hoe lang het spel stil ligt en wat je ermee kwijt bent... Ja, dan is 5, 6 nog mager.